In 2007 deed ook nog een keer mee. Toen ben je laatste geworden in de Premier League. Was dat ja wel door Peter Wright de laatste werd? Was dat een beetje een uh, leidersweg? Kan ik dat zo noemen? Ja. ja toen, uh, toen, zijn de problemen begonnen omdat ik natuurlijk zoveel uh, gespeeld had. Toen, toen is mijn schouder denk ik kapot gegaan. Want ik ben in 2008 geopereerd en toen heb ik het nog vijf jaar geprobeerd daarna en uh, niet meer uh, de resultaten kunnen halen van daarvoor. Dus ja, dat was eigenlijk uh, het breakdown point. Ja. Voor mij in 2007. Want is dat ook een beetje wat de Premier League kan doen? Je hebt het bijvoorbeeld ook met een Jelle Klaassen gezien, die de Premier League ook hem misschien wel een beetje kapot heeft gemaakt. Dat nou ja, dat ook, is uh... dus ook iets wat je, wat je leert op een gegeven moment. Kijk, je, je wil op een bepaald niveau presteren en je weet dat je op een bepaald niveau kan presteren. Ik was nooit zo getalenteerd, dus ik moest het hebben van mijn trainingsuren. Dus ja, dan ga je op een gegeven moment ga je uren investeren. En ja, dan moet je op een gegeven moment wijs zijn en, en je wordt pas wijs als het te laat is. Dus ik heb misschien te veel uur getraind om, ja. om zo constant mogelijk te zijn. En dat is me ook wel gelukt. Alleen je op een gegeven moment uh, houdt het op met je lichaam. Ja, want kan je iets meer vertellen over die schouderblessure? Want ik heb wel eens verhaal dat er een het, stuk van af is. Gehaald. Ja, ze hebben een, uh, op een gegeven moment er zat een, een, een balletje achter mijn schouderblad. Zo groot als een kers. Tussen een kers en een duivenei, zeg maar. En dat, dat irriteerde en daardoor ging mijn schouder een branderig gevoel geven. En ik, ik was ook snel vermoeid. Kon die pijlen kreeg ik niet meer weg, geen kracht meer. Toen heb ik heel lang moeten zoeken. En de een zei het is een nek en ja, de ander zei van het is dit en die zei het is dat. En ik was in België geweest bij, bij, bij artsen. Wat toen de tijd wat je allemaal van, vanuit andere sporten van mensen hoort. Van nou dat zijn goede jongens. En op een gegeven moment kwam ik hier in het Amsterdam in het, in het ziekenhuis. En toen was er een arts, toen wilde ik het eigenlijk opgeven. En toen zei die arts van, nou, ik zie wel wat debris in je, in je, in je schouder. Hij zegt, dat kunnen we eruit halen met een kijkoperatie. En dan gaan ze er aan de voorkant in en aan de achterkant in. En dan zuigen ze dat leeg en dan is het klaar. Ik zeg, ja, maar ik zeg, ik heb last van dat bultje achter mijn schouder. Hij zegt, nou, euh, zeg dat maar tegen mij op de dag dat, ik geopere, dat je geopereerd wordt. Hij zegt, dan zullen we er wel even naar kijken. Dat is allemaal heel onzeker. Ik denk, ja. ja. Dat is moeten we nou wel Ik zou zo niet dus, een operatie willen. Nee, ja, je, je, je moet op een gegeven moment moet je iets, ja. iets doen. Dus ik heb gezegd: van nou oké, okay, dan gaan we die operatie van die schouder gaan we aan. Als daar dan vuil in zit, dat kan ik me wel voorstellen. Door al het gooien wat je doet. Dus op een gegeven moment ik kom daar en ik lig daar op dat bed. Ik zei, joh, je zou nog even naar die schouder kijken. Oh ja, zegt hij. Ik stuur mijn assistent. En ze stuurt zijn assistent en die gaat ja. kijken en hij zegt, ja, inderdaad, je rechter schouder die staat helemaal zo naar buiten. En hij zegt dat is niet goed. Ik zeg, nou ja, als jullie daar even naar willen kijken en wat dan willen doen. En toen kwam ik uit die operatie en toen voelde ik gelijk al dat het weg was die bult. En daar had ik gelijk al plezier van. En wat heeft die meneer nog meer gedaan? Wat uiteindelijk, ja, of goed of slecht is geweest, dat je schouderbladen zijn, heeft hij een deel van mijn schouderblad afgeschraapt. Om de pezen die daar liepen, meer ruimte te geven. Mm -hmm. Dus dat, 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 dat het allemaal wat makkelijker ging. Ja. Nou, dat, dat, dat ging het dan ook wel. Alleen na een tijd bleek toch dat ook hierin die operatie, of die, 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 dat schoonzuigen, dat had toch meer gevergd van me. Als dat ik dacht dat, uh, dat het zou, zou kunnen zijn. En dat heeft het toch ook een beetje kapot gemaakt, waardoor de motoriek minder werd. Ja. En de pijn steeds, steeds heviger werd en steeds nog meer ging branden. En op een gegeven moment toen dacht ik van, nee, nu is het klaar. Ja. En toen haalde ik ook die, die vijf jaar daarna dat ik het geprobeerd heb, haalde ik ook niet meer de resultaten die ik voorheen gehaald heb. En ik haalde ook nooit meer het niveau. Wel eens een keer een wedstrijdje, maar niet meer zoals ik dacht van, nou zo hoort het. Ja, want na 2012, dat was dan je laatste WK, daarna was het afgelopen. Ja. Was daarna ook voor jou de cirkel wel. Nee, rond. ik heb 2013 geloof ik ook nog gespeeld, toch? Alleen niet meer het WK gespeeld ja je hebt, je hebt nog ja, twee nog ja. WK van 2013 heb je niet gespeeld nee, klopt. nee maar 2013 heb ik geloof ik nog wel gespeeld toen dacht ik van nou dan probeer ik het nog een jaar ja, en dat, dat is niet meer gebeurd Want, maar dan, uh, dan daar we... heb je nog UK open gespeeld trouwens ja, ja. ja. maar toen was de cirkel van je ook wel rond je denkt ik ga niet weer helemaal op, opnieuw uh... nee als je, als je gelimiteerd wordt in je bewegingen dan, dan heeft het geen nut meer om, om door te gaan Want ik heb het wel degelijk vier vijf jaar nog geprobeerd daarna dus oké okay. dus ja. dan kan je niet zeggen oh, ja je kan wel nee. blijven proberen maar als ja, er okay. geen resultaten komen, dan je moet je nee. ook op een gegeven moment wijs worden ja